Als je dicht bij zee woont, heb je vast wel eens gemerkt dat aan het einde van de zomer en ook in het najaar meer buien dan normaal voorkomen. In vergelijking ook met het binnenland. En dat fenomeen noemen we kustconvergentie. Maar hoe ontstaat dat nou precies? Aan het einde van de zomer is het zeewater van de Noordzee het warmst, ongeveer 16 tot 18 graden. En als de wind dan uit het zuidwesten komt en het bovenland alweer een beetje begint af te koelen, botst die warme lucht over het zeewater als het ware tegen de kustregio's aan. En boven zee zijn er natuurlijk geen gebouwen, geen bomen, dus de wind heeft daar vrij spel. En als de wind eenmaal met het land botst, wordt die als het ware een beetje afgeremd. En die lucht wil ergens naartoe. En de enige weg is omhoog. Die warme en vochtige lucht komt op een gegeven moment hoger in de atmosfeer, koelt af en condenseert dan tot wolken en ook tot buien. En dat is dus waarom je in de kustgebieden in die tijd van het jaar meer buien tegenkomt. Zeker na een warme zomer, als het zeewater behoorlijk is opgewarmd, kan zo'n bui nog meer regenwater bevatten. En in de meest extreme gevallen levert dat zelfs meer dan 30 mm regenwater op. En vooral in gebieden waar veel bebouwing is, denk aan asfalt, straten, kan dat regenwater niet altijd heel snel afgevoerd worden. En dan kun je dus bijvoorbeeld krijgen dat straten tijdelijk onder water komen te staan of dat kelders onderlopen. Als het verschil tussen de zeewatertemperatuur en de bovenlucht, ongeveer 5 kilometer hoogte, meer dan 40 graden is, dan is er bij die buien ook nog eens kans op een klap onweer. En eenmaal boven land verliest die bui zijn energie van het warme zeewater en dooft dan geleidelijk weer uit. Dus daarom zie je in deze tijd van het jaar meer buien bij zee in vergelijking met het binnenland.